Yo, kijkers van Dus David Games, Lars en Ronald hier op de E3 bij een game waar ik al een hele tijd op zit te wachten. En het is ondertussen eindelijk zover. Civilization Beyond Earth gaat bijna uitkomen. Yay! Die een grote Civ-fan. Ik ben een hele grote Civ-fan. Veel te groot eigenlijk, maar ja, weet je, ik ben een hele grote Civ. Wat maakt deze game anders dan de vorige delen? Deze Civilization game speelt zich af in de toekomst, dat sowieso. En het speelt zich niet af op aarde. De afgelopen 5 Civilization games hebben zich natuurlijk allemaal afgespeeld op onze eigen planeet. Met beschavingen die wij eigenlijk tegen zouden kunnen komen. En de kijkers van DDG weten waarschijnlijk ook wel dat ik ondertussen een ontiegelijke hekel heb gekregen. Aan Alexander van Griekenland, maar ook bijvoorbeeld aan een mannetje van Mesopotamië of van Assur. Ik word er gewoon echt knettergek van. En deze keer zijn zij er gewoon niet bij. Dan moet je even een dansje doen, een vreugdedansje. Goed? Ja, heel goed zelf. Waar beland je dan? Want je beland je op een andere planeet of in een andere dimensie. Nou, het is dus zo dat de mensheid heeft de aarde totaal verneukt. Ik denk dus echt serieus dat Alexander daar schuldig aan is, aangezien hij elke keer mijn game verneukt. En dus zal hij ook wel de complete planeet vernacheld hebben. Maar hij is er dus gewoon niet bij, aangezien het op een andere planeet in een compleet ander zonnestelsel afspeelt. Want de mensheid verlaat de planeet en gaat op ruis door het avontuur. Denk je dat de gameplay nu langer zal zijn? Ik denk niet dat de gameplay langer zal zijn. En ik weet ook dat de gameplay niet langer zal zijn, omdat ik ook een kleine trailer gezien heb. Een kleine playthrough eigenlijk. En de basis is nog wel hetzelfde als in de oude Civilization games. Dus je landt op een planeet, je start een stad en die stad die ga je uitbreiden. Alleen, nu vecht je niet tegen de andere civilizations, maar bijvoorbeeld tegen aliens en andere settlers van de aarde. Dat is nog best wel tof, maar ik hoop voor je dat wel de heilige kipisme terugkomt. Als ik de mogelijkheid heb om een religie te starten in Civilization Beyond Earth, dan ga ik dat natuurlijk doen. Maar ik denk ook wel omdat het in de toekomst afspeelt en de mensheid eigenlijk wel een beetje verenigd is om naar een andere planeet te gaan, dat er geen religie meer in zal zitten. Het is zo ver in de toekomst, ik denk niet dat dat nog zo zal bestaan. Je weet me nooit. Wat denk je wat ze expres hebben toegevoegd deze keer? Wat hoop je wat erin zit? Want je hebt het natuurlijk nog niet gespeeld. Nee. Maar wat hoop je wat er nu in de nieuwe game te zien is? Nou, ik weet dat er een heleboel nieuwe technologieën in zitten. Want in de afgelopen games was het natuurlijk opbouwen vanuit de steentijd tot ergens rond 2050. Maar nu hebben ze gewoon een complete nieuwe toekomst moeten verzinnen. Aangezien niemand weet wat de toekomst brengen gaat. Dus ze hebben nu echt gewoon besloten van meteen aan het begin ga je computers uitvinden. En wat er daarna gebeurt, geen flauw idee. Het is dus een beetje een Halo, Call of Duty, Advanced Warfare. Welke games zijn nog meer nieuw? Alles in één, maar dan op via boven. Eigenlijk wel. Het is nog steeds de strategy game waar ik echt ontzettend van hou. Alleen dan in een complete andere setting. Ook een setting waar ik heel erg van hou. Dus ik denk dat het gewoon voor mij de ideale game zal worden. Jij gaat hem sowieso kopen dus? Ik ga hem sowieso kopen, absoluut. Civilization 5 Beyond Earth, zodra die uitkomt. Ik weet niet uit mijn hoofd wanneer het zal zijn, maar ik ga hem absoluut halen. En ik hoop dat jullie er ook zin in hebben dat ik misschien wel een playthrough van die game ga doen op DDG. Lijkt me heel tof. Ik ben ook benieuwd. Zullen de kijkers het leuk vinden als dat eventjes dan achter in de reactie achterlaat of jij het moet spelen dan? Dus David Games. Sure, als je dat wil laten weten, moet ik een Civilization Beyond Earth gameplay op DDG gaan doen? Laat me weten, ja of nee. En misschien dat je ook wel een beetje kan bedenken van wat voor soort aliens zullen hierin voorkomen, aangezien die er ook zijn. Wat voor soort aliens zou jij tof vinden in Civilization Beyond Earth? En ik heb zin, ik wil nu. Misschien zijn er wel head glitches. Als dat zo is, dan noem ik ze gewoon Paul. Oké, okay. Mensen, bedankt voor het kijken. Doe een duimpje omhoog. Abonneer natuurlijk op Dus David Games voor meer E3 video's. Kijk ook in de beschrijving beneden van onze kanalen. Lijkt me tof. Ja, ik was de interviewer voor deze keer. Hij is de antwoordman. Zeg ik, jongens, bedankt voor het kijken. En tot de volgende video van E3.